Op de A58 ter hoogte van de commandokazerne in Rozendaal is vanmiddag een ernstig ongeluk gebeurd. Bij het ongeluk zijn drie personen gewond geraakt, waaronder een ouder echtpaar. In totaal raakten vier voertuigen ernstig beschadigd. Naast de brandweer- en politie is ook de traumahelikopter ingeschakeld. Over de precieze toedracht van het ongeluk is nog niets bekend.